Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 2 december en zoals je misschien een klein beetje op de achtergrond kunt zien, het sneeuwt hier in Hengelo. Vandaag wil ik met jullie een unieke ervaring gaan doen in het openbaar vervoer. En dat is door naar Arnhem af te reizen voor het trolleybusnetwerk. Ik vind het namelijk echt super awesome. De bedoeling is dat we vanuit Hengelo eerst naar Zutphen en dan naar Arnhem gaan reizen om volgens het trolleybusnetwerk te gaan verkennen. Reizen jullie mee? Voor de mensen die zich nog afvragen waarom ik niet eventueel via Deventer en dan naar Zutphen heen ga, is omdat er werkzaamheden zijn momenteel bij Almelo. Dus daardoor rijden er geen intercity in de richting van Deventer. Wel heb ik hier nog even een lekker bakje warme cappuccino gehaald, dus daar gaan we van genieten. Nou, zoals jullie achter mij hier kunnen zien, staan hier de trolleybussen. We staan hier momenteel voor het station van Antwerpen. Ja, even een kleine edit tussendoor natuurlijk. We zijn helemaal niet in Antwerpen, maar goed, over een week ging ik naar Antwerpen. Dus ik helemaal met Antwerpen in de kop, dus excuses daarvoor. Een kleine historie als het gaat om de trolleybussen, want het begon namelijk in de jaren 1930 dat de gemeente Arnhem die ging kijken naar de vervanging van de trams in Arnhem. Dat was toen in het beheer van de GETA, gemeente elektrische tram Arnhem. In 1944 ging het allemaal veel sneller, omdat namelijk door de slag om Arnhem was namelijk de complete revisie daarvan was vernield. Toen ging de GETA om in een GVA. De GVA staat voor gemeentevervoer Arnhem. En 5 jaar later kwam de eerste trolleybuslijn in dienst. Dat was lijn 1 van Arnhem naar Velp. Nou, momenteel rijdt Hermes deze trolleybussen onder de naam van Breng. En Breng komt dan weer uit een stukje van 2009 toen de Novio, een dochteronderneming van de Connection, hier voor de trolleybuslijnen zorgde. Dus Breng staat eigenlijk meer voor een overkoepelende naam, maar nu dus wel vanaf 2012 uitgevoerd door Hermes. Nou, de trolleybus die wordt dus gevoed door de pantograaf. Oké, dit is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Het is natuurlijk een stroomafnemer. Die boven op het dak staat. Deze bussen rijden op gelijkspanning, waarvan de rechterdraad 0 is en de linkerdraad is de plusdraad. Het lijkt me leuk om even nu met de trolleybus te gaan beginnen. Laten we met lijn 1 beginnen, de lijn waar het allemaal mee begon. Dus deze gaan we meenemen die achter mij staat. Nou, ik heb voor het gemak even een dagkaart gehaald. Deze zijn 7 euro, helemaal niet duur in het weekend. Dus we kunnen met dit kaartje all over Arnhem gaan. Oké, we zijn weer terug op het centrale station. We zijn dus van lijn 1 zijn we meer gaan naar de Laar. En toen zijn we weer terug gaan als lijn 2 naar Centraal. Dus we hebben gewoon een rondje gemaakt. Het was niet de officiële lijn 1 van naar Velp helaas. Want dat is namelijk een andere lijn 1 in Antwerpen. Hier in Arnhem, sorry. Dus wel lijn 1, maar niet lijn 1 naar Velp. Lijn 1 is natuurlijk niet de enige trolleybuslijn hier in Arnhem. De trolleybuslijnen hier in Arnhem, dat zijn 1, 2, 3, 5, 6 en 7. Fun fact nummer 1 over de trolleybus. De eerste 3 jaar reden deze bus namelijk zonder kentekens. Ze werden dus niet gezien als motorvoertuigen.
Daardoor bespaarde de Arnhem ook gewoon iets van 3000 gulden per trolley. 3 jaar later kwam er een wetswijziging, werden ze wel gezien als voertuigen, maar hoefden ze nog steeds geen voertuigenbelasting te betalen. Nu gaan we op de achterbank mee met lijn 5. Fun fact nummer 2 over deze trolleybus. Tot en met 1973 waren hier in deze achterste stukken van de bus waren afgescheiden met glazen schorten, omdat het een rookcompartiment was. Dus je kon in het achterste gedeelte van de trolleybus kun je roken. Maar ja, tot 1973 in ieder geval, toen was het algemeen rookverbod ook in de trolleybussen van toepassing. En dat was een rondje met lijn nummer 5. We zijn terug op het centrale station van Antwerpen. Serieus, dit loopt echt uit de klauwen nu. Ik ga zo meteen naar de Nieuwe Straat heen. Dat is natuurlijk de andere bushalte hier bij het centrale station. Daar vertrekken wat meer lijnen. Dan ga ik daar eens even kijken welke lijnen van de trolleybus we daar kunnen doen. Fun fact nummer 3 over de trolleybussen. Arnhem is niet de enige plek waar trolleybussen hebben gereden. In Groningen tot 1965 en in Nijmegen tot 1969 hebben ook trolleybussen gereden. Maar omdat er steeds meer mensen met eigen vervoer gingen, werden daar de trolleybussen weggehaald. Met deze bus doen we een retourtje lijn 3. Tijd voor fun fact nummertje 4. Arnhem heeft de enige trolleybusnetwerk in de hele Benelux en een van de grootste in West-Europa. Nou, Arnhem is ook bezig met het upgraden van de trolleybussen, want ze zijn namelijk bezig met trolley 2.0. En daarom moet je denken aan bussen die dus met stroomafnevers op kunnen rijden, maar ook een accu hebben. Deze gaan in 2024 rijden van Arnhem naar Wageningen. Tussen Arnhem en Oosterbeek zal men rijden met de stroomafnemer op de bovenleiding. En daarna, dus tussen Oosterbeek en Wageningen, zullen deze met de accu verder gaan rijden. Nou, de planning nu is dat ik met de laatste trolleybus ga rijden. Dat is nummertje 1 die naar Velp heen gaat. Vervolgens kunnen wij de trein naar Zutphen nemen en vanuit Zutphen weer de trein in de richting van Hengelo. Dus laat het laatste stukje eventjes doen. Hij staat er weliswaar al. We'll be right back.
thuisbasis het altijd stralende station Hengelo. Nou dames en heren, dat was het dan voor vandaag, de trolleybus special. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. Zowel, dan mag ik me absoluut dat blauw duimpje omhoog geven. En heb je zelf ook een leuke comment omtrent de trolleybus, laat die dan vooral achter in de comments. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Goodbye!